Hallo. Wat is er? We gaan beginnen. Ik heb geen tijd voor jou nou. Nee, je bent ik te laat. Ik heb geen tijd voor jou. Weet je hoe laat het is? Ja, het is 9:30. Ja. We moeten beginnen. Het is 11:40, vind ik. Ben je de uitslag kwijt van Nederland-Engeland? 0-0. 0-0. Weet je hoeveel punten wij hebben? 2. Ik ben bezig met belangrijke dingen, jongen. Ja. Het gaat hier om landsbelang. Ik heb nu geen tijd voor je. Sorry. Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. E un ritorno ai vecchi tempi. Ja, kijk, dat soort dingen doe ik nou. Geen Nederlandse kranten meer voor de jongens. Nee, niks zien, signori, wat heb ik daaraan? Altijd hetzelfde zitten al die troep te lezen, begrijp je wel? En ook geen telefoontjes meer voor de jongens. Ja, wie? Nee, Lisbeth, Marco is hier niet. Sonemiet erop. Het is afgelopen en het wordt hier rustig in het hotel. Is dat duidelijk? Ja, zie, signori. Die mannen. La mia vita, ti darò. Zorg dat het rustig wordt hier. Hey. Nee, ik heb geen tijd voor je, man. Jono, ik moet peppillen hebben. En de sterkste die er zijn. Doet u de rode maar, ja. 100. Goed, stuurt u de rekening maar naar Veronica. Oké, buonasera. Zo, als je dit eroverheen. Goed. En denk erom dat ze het niet zien, hè? Denk erom dat ze het niet zien. Nee. Oké, okay. Goed, goed. En niet zenuwachtig zijn als jullie daar lopen, hè? Gewoon alsof er niks aan de hand is. Is voor Gullit deze. Denk er goed om. Zo. Oké. Okay. En laat ze niet zeuren, hè? Van we hebben geen trek en dit en dat. Si. Borden leeg eten. Si. Oké? Okay? Goed. Hier nog eentje en wegwezen. Het hotel dicht, hè? Denk je erom? Sí, we houden het dicht en er komt geen kip meer in. Oké, okay, maar geen Joep van het Hek. Okay, okay. Geen Freek de Jonge. Schrijf die naam op. Oké, okay, niet erin. En ook geen journalist meer. Okay, dan zijn we van het Gintrigeer af, oké? Oké. Ik sta niet meer in voor jouw gedrag. Je gaat dus als een wildeman, als een beest, nee, ga jij te keren. Nee, ik laat me hier donderdag een beetje uitschakelen. Nou goed. Ja, moet je horen, maar dan ga je, er zijn hier obers, heb ik gesproken, van het hotel hier. Die zeggen dat jij doping in het eten van de spelers hebt gedaan. Dat wat, gaat te ver. Nee, wat doet die KNVB je dan? Ja, die doen dat niet, nee. Die doen helemaal niks. Nee, die weten dat dat te ver gaat. Bim bam, bim bam, wat hoor je daar? Een gek. Nee, bim bam, wat hoor jij? Een mafkees. Nee, noodklokken, Henk. En die klingelen. Ja, en dan grijp je toch, zelf al klinken en noodklokken, dan grijp jij nog niet meteen naar het laatste middel van de doping. In tijd van nood moet en mag en moet men doping gebruiken en niks anders. Hé, ja. Jij hebt zelf geslikt. Nee. Jij hebt zelf van die rode pilletjes. Insinueren. Zelf van die rode pilletjes. Insinuaties. Stank voor dank, hè. Voor wat ik doe voor Oranje.